En weg zijn ze. Ik zie daar toch Levi van Hofte, wat ik er net al zei, van de Weijrijders. Die koppositie pakken. En dan die zet een aanval in op Max van Dinter. En daar wordt ongetwijfeld eventjes om die derde en vierde plek gestreden. En dan zie je we van Niek Meijering. Niek Meijering die te val is gekomen. Dan gaan we door naar race nummer 3 alweer. Die op die felbegeerde vierde plek zit. Om door te gaan naar die halve finale. Oftewel naar de finale. Corné Hoogakker. Kan hij nog naar voren toe komen? Finale. Dan zien we daar op die derde plek Antoine Blanken zijn hier. Die eerste plek gaat zo makkelijk. Hij kijkt het even om. Hij gaat een beetje rustig bij zitten. En zal ongetwijfeld straks terugkomen voor die finale. Race nummer 6 in de baan. Niels van Rijn. En dan op plek nummer 3. Die andere rijder van FC Amazone. Jasper Kaasjager. Dan gaan we even naar plek 4 en 5. Met 131 is dat Ruben van Ekeren. En dan met 353 Evelien Winter. En kijk eens een mooie grote hoge sprong van Boy Raasel. Hier op zijn thuisbaan. Hij pakt daar ook meteen een metertje of 5 voorsprong mee. Gevolgd door 424 Joey van de Kamp. Is dat van FC Nuland. En wie zien we dan daar van Geldermalsen met de lange zwarte manen onder de helm uitkomen. En dat is Michel Laponder met 399. Maar die moet eventjes op de tellen gaan passen. Want nummertje 43, Rodi van de Heuvel, komt daar opzetten van de Woepers. Dus moet nog eventjes opletten. Maar ondertussen is Michel eventjes in gevecht met die andere van Nuland, Joey van de Kamp. We gaan door naar race nummer 8. Een klein gaatje geslagen door Wino van Rijswijk naar plek nummer 2 en 3. Want die zitten bij elkaar en dat is eentje van de Weijrijders en van FC Amazone. Dat is met de 167 Jeff van Hoeven. En het begint daar toch een beetje los te komen van Anja Jacobs van FC Amazone. Aan de leiding niemand anders dan Wino van Rijswijk met plek nummer 714. Dan gaan we eventjes terugkijken naar plek nummer 4 met 458 is dat Mark Heendakker van FC Nuland. En wie is daar aan de leiding met een groene bike? Dat zal bij Dustin Eindhoven denk ik zijn met 317. Gevolgd door met 129. Tom Dekker van de Weijrijders. Zal straks nog wel eventjes schouder aan schouder of zij aan zij gaan. Als we die terug gaan zien in de finale. Wie zullen we dan ook nog terug gaan zien in de finale? Dat zal nu op plek 3 Max Hummel zijn. Race nummer 10. Aan de leiding hier eentje van de Weijrijders. Met drie man sterk zijn ze deze keer vertegenwoordigd. Dat is Kevin Slotboom, Jimmy van Zetten en Pablo Vermeulen. Jimmy van Zetten hier van de Weijrijders aan de leiding. Volgens nog eentje van Nuland, Koen Dollevoet. En dan komt er nog eentje naar voren toe zetten. Eentje van FC Amazone, maar hij moet toch nog eentje kunnen remmen. Op plek nummer 4. En dat is niemand anders dan Romano Brok van FC Amazone. Dan gaan we naar race nummer 11. Twee dames en twee heren in de baan. Aan de leiding hier Roman Strijk. Hij heeft een behoorlijk kaartje geslagen naar nummer 2. En dat is niemand anders dan Jan Laponder.
En dan gaan we naar 3 en 4 met op plek nummer 3 Omaar van FC Amazone. Robert door haar vrouwelijke collega 472 Kelly van der Kamp van FC Nederland. Dan zien we race nummer 12. En hoe is de first lady on the lead? Dat is natuurlijk Annie de Gram hier op haar thuisbaan, moet ik zeggen. Dus aanleiding hier Annie de Gram. Gooit er nog een mooi sprongetje uit. Gewonnen door die 412 van FC Nuland, Lotte van Zandvoort. En dan met 747 Daniel Kaasjager op nummer 3. En wie zien we dan nog van Gelder Malsen? Op plek 4, Sam de La Fuente. Wij rijden Joran Moor en Hilde Schonder mee. Hier een race nummer 14. Eentje van de wijrijders aan de leiding gaat. Dat is Bart van Haren. Gewonnen door 375. Van Geldermaals, Chelsea, Broekmeulen. Gewonnen door eentje van de wijrijders. Of de wijrijders heeft op de hoepers Robin Dirk. En daar andere race nummer 15, daar had ik nog wel geldverbinder zetten. Aan de leiding Dylan van Duisburg, natuurlijk met 393. En dan met op de tweede plek met Raymond Willemsen van de Wijnrijder. En dan nog een van de Hoepers. En dat zal denk ik Jörg Mooijman zijn. Dan gaan we naar race nummer 16. Grote halen snel thuis, denkt Juan, met 751. Hij zet even aan en maakt meteen een voorsprong van een metertje of 10. Dan zie je toch wel eigenlijk een klassenverschil naar de andere rijders. Danny van Doesburg en Stefan Walner van Geldermalsen. Dan gaan we nog eventjes naar die vijfde plek van de Hoepers, Randy React. Ja, dat is eigenlijk ook alweer het voordeel van zo'n eigen baan. Die ken je als een broekzak. Aan de leiding hier Rens Hobo van FC Amazone. Gevolgd door 351 Wolf Botterman. En dan die andere van Geldermalsen. Leon Paul. Gevolgd door